Het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Roos kan hier elk moment zijn, want we gaan gezellig samen een dagje naar Rotterdam toe. Echt helemaal zin. Het is echt super lang geleden dat we dat hebben gedaan. Maar we gaan lekker naar Rotterdam. Dus kan hier echt elk moment zijn. Dus ik ga alvast naar beneden lopen. Maar ik heb deze jas aan van Arquette. Shirtje van de Zara. Broek van Gina Tricot. En ik heb nog even wat andere outfitjes mee. Want we gaan ook even wat foto's maken. We gaan lekker lunchen. We gaan even de Zara de stad in. Dus helemaal zin in. En ik ga je lekker meenemen. Andere outfit aantrekken. Hoi! Yo. Zo, wat ziet er slecht uit op jouw camera. Hé? Het is, nou dat heb ik al gezegd, het is maandag. En wij zijn foto's aan het maken. We hebben net lekker geluncht bij Morgan en Mees. En we hebben eigenlijk nog, ja, halve foto. Halve foto erop staan. En het is 2:30. En we gaan straks ook nog even lekker naar Zara toe. Maar dat is misschien goed, want dan kunnen we alles zo rustig aan doen dat we naar de spits kunnen gaan rijden. Ja, dat is top. Ja. Ik heb een truitje aan, heerlijk van Naked. Jasje Studio Amaya, broek Fabienne Chapeau en mijn UX. En Roze gaat zich nu even omkleden. Ja, kun je misschien soort gillen? Het is vandaag woensdag en ik heb zo meteen gezellig met Madelief afgesproken. We gaan even een koffietje doen in de stad. En we willen dus heel erg graag een TikTok maken van die Dubai oliebol-achtig iets. Dus dat gaan we ook doen. En ik heb een heel erg leuk nieuw pakketje binnengekregen van Living in My Romies. Dus daar wil ik eigenlijk gelijk even een fotootje mee maken. Heel veel leuke dingetjes. Allereerst dit soort vestje spencertje-achtig. Ik vind het ook heel erg leuk over een t-shirtje heen of iets. Met een kanten body of zo eronder vind ik ook heel erg mooi in het bruin. Dan, wat ik denk ik aan ga trekken voor de foto, is deze blazer. Ik vind deze echt heel vet. Ik krijg er een beetje een soort vintage lookje van. En voor daaronder deze trui. Beetje in zo'nzelfde bruine kleurtje. Heel erg leuk. En deze schoentjes, die vind ik echt heel erg schattig. Ik weet niet of dit leuk bij mij staat, want ik zie dit best wel vaak bij mensen voorbij komen. En bij sommige winkelen leuk en bij sommige niet. Dus ik ben benieuwd of dit bij mij wel leuk staat. Dus die en doe ik er denk ik gewoon een spijkerbroek bij aan en mijn nieuwe tas. Want daar wil ik ook eventjes een leuke foto mee maken. Ik kies mijn haar doen en dan ga ik maar het liefst zo meteen ophalen. En dan daarna rijd ik eventjes langs dag, want er zijn dus nog twee pakketjes voor mij bezorgd. En ik heb er ongeluk haar Isabel Marantz meegenomen. In plaats van mijn eigen. Dus die neem ik ook even mee, zodat we die ook eventjes kunnen omruilen. Maar ik ga hem nu even snel klaarmaken. En dan mijn lief ophalen. Kijk eens wie er is. We hebben dus allemaal verschillende top oliebollen gehaald. Ja, hier zit een Tom Poetsbol in. Had er echt veel. Ja. Hier zit een Dubai-bol, een Oreo-bol en een... Wat is die ander? Kinder Bueno. Kinder Bueno-bol. We gaan nu even lekker een TikTokje filmen. Oké, jongens. Nou, deze vonden we echt niet lekker. Die moi. Dubai ook moi. En de Oreo was eigenlijk toch wel het lekkerst. Ja. Maar zonder dit stuk. Ja, en eigenlijk houden we toch liever bij de normale oliebol. Voor de suiker. Ik ben weer terug thuis. Ik had natuurlijk die oliebollen met mijn lieve geproefd. En ze viel echt een beetje tegen. Maar we hebben er dus een TikTok van gemaakt. Daar kunnen jullie het op zien. En ik was nog eventjes langs dag gereden. Want er waren daar nog een paar pakketjes van mij bezorgd. Ik had namelijk wat optie in besteld. Als allereerst een paar bordeaux rode sokken. Want ik vind het heel erg leuk om met van die hoge laarzen te dragen. Nu hoop ik dat het lange sokken zijn. Ja. En bordeaux rood vind ik helemaal leuk. Omdat ik nu ook een nieuwe bordeaux rode tas heb. En een kanten top. Want je ziet nu heel vaak van die kanten topjes en dan met een t-shirtje of zo eroverheen. En bij Shein verkopen ze dus ook misguided. Dat wist ik dus helemaal niet. En daar hadden ze ook deze bordeaux rode. Die vond ik wel heel erg mooi. Die was ook niet zo duur. En gisteren op werk hadden we dus ook van die kanten topjes binnengekregen. Dus had ik er ook eentje van meegenomen. En dat is een zwarte. En die heeft dan ook zeg maar zo'n soort klein colletje.
En van die hele leuke mouwtjes. Dus die komt van werk. En dan waren er nog twee pakketjes. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat het is. En dan kan ik zo meteen gelijk even al het karton weggooien in mijn kamer. Want ik heb echt voor veel karton in mijn kamer liggen. Oh. Oh my god, wat leuk. Een pakketje van The Ordinary. Even kijken wat erin zit. Ik zei toevallig het laatst volgens mij in een week dat ik weer helemaal mijn skincare wil upgraden. Oeh, met niacinamide en hyaluronic acid. Die wilde ik echt toevallig laatst bestellen. Dus dit komt echt, echt oprecht perfect uit. En dan zit er nog de... Oeh, hier ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ging dus op internet opzoeken naar goede skincare producten. En toen zag ik deze ook elke keer voorbij komen. En dit is die toner. Ik ga straks gelijk helemaal kijken hoe en welke volgorde ik dit moet gebruiken. Want vandaag haarwasdag. En dan ga ik ook even lekker straks een maskertje opdoen. Ik ga eerst even hardlopen zo meteen. En dan zat er dus nog een pakket in van Look Fantastic. En ik heb geen idee wat het is. Oh, wat leuk. Een boekje met allemaal producten. Medicate. NARS. Altijd leuk. Lippenseal. Anastasia voor je wenkbrauwen. Oeh, een wenkbrauwserum. En nog iets van Claudie, denk ik. Oh ja. Een toner. Helemaal leuk, helemaal blij mee. Ik ga het even opruimen. En dan ga ik even mijn hardloopkleren aantrekken. Want ik wil dus heel graag hardlopen vandaag. En ik weet gewoon van mezelf, als ik nu op mijn bed ga liggen en foto's ga bewerken en dit ga opruimen, ga ik niet meer hardlopen. Dus dat ga ik eerst even doen. Oh, ik zie er echt niet uit. Maar ik heb dus net voor het eerst weer hard gelopen sinds echt heel lang. Ik zat in die app te kijken. Augustus heb ik één keer hard gelopen. En daarvoor ben ik eigenlijk nooit gaan hardlopen. Dus eigenlijk was het goed zoals één. Dus eigenlijk was het zo goed als een van de eerste keren. Maar ik wilde zorgen gaan hardlopen. En ik had dus nieuwe hardloopschoenen gekocht. Van Essex. En die waren gisteren binnengekomen. Dus ik dacht, ik ga ze gelijk uitproberen. Maar mijn oortjes waren dus niet opgeladen. Dus ik had mijn vaders oortjes. Maar die vallen altijd uit mijn oren. Die iPhone Pro dingen. Ik weet niet. Dat past gewoon niet in mijn oren of zo. Koptelefoon was leeg. Ik had niet gegeten van tevoren. Ik dacht, dat is niet nodig. Ik eet daarna wel. Ik had gewoon zin om te gaan lopen. Dus ik had geen zin om nog langer te wachten. Ik had wel gerekt. Uiteindelijk had ik dan mijn vaders oortjes. Dus had ik wel muziek. Wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, en mijn Apple Watch was leeg. Dus ik had zo'n app op mijn telefoon gedownload die het in de gaten hield. Maar ik geloof gewoon niet dat ik maar 3 kilometer heb gerend. Ik geloof het gewoon niet. Voor mijn gevoel heb ik echt het hele dorp hier afgerend. En dat is echt geen 3 kilometer. Maar goed, ik ben dus wel geweest. Ik ging niet heel hard. 6 minuten 20. Dat is niet echt een wereldrecord. Maar goed, voor de allereerste keer was het best oké. Denk ik. Ik moet gewoon eventjes zo'n schema gaan zoeken. Dat ik het gewoon kan gaan opbouwen. Want nu ging ik gewoon met mijn domme kop gewoon rennen zover als ik kon. En ik dacht, ik kijk wel waar ik eindig. Maar misschien dat ik eventjes een schema moet opzoeken. Maar goed. Ik ben in ieder geval wel geweest. Oh ja, en ik heb dit hele leuke sportpakje. Ja, ik zweet echt heel erg. Dus let er niet op. Maar zit alles erin? Ja. Deze sport-BH met dit vestje en sportlegging van Exurance gekregen. Ik weet even niet hoe je het uitspreekt. Maar ze hadden mij een DM gestuurd. Superleuk. Heel erg blij mee. Echt zo'n lekker hardlooppakje. Het is vandaag vrijdag. En ik heb het echt zo mega koud. Ik was net eventjes heel snel op de scooter naar de stad toe gereden. Want wij gaan dus morgen met z'n allen naar de Gold Band. En daarvoor gaan we nog eventjes gewoon door Amsterdam heen. Ik weet het niet. We gaan al om 2:30 richting Amsterdam. Terwijl de Gold Band begint pas om 8:00 volgens mij. En ik weet gewoon niet wat ik aan moet. Want de Gold Band is in het Ziggo Dome. Dat kan best wel warm zijn. Maar daarvoor gaan we dus nog de stad in. En dat kan best wel koud zijn. Dus ik weet het gewoon niet. Dus ik wilde eventjes weer de Zara. Ik heb wel iets gevonden. Maar alsnog weet ik niet wat ik erop moet doen. Ik zag dit leren broekje. Er komt zo meteen ook een bestelling van Naked binnen. En daar zit dus een kanten panty in. En ik dacht, misschien is dat wel leuk met dit broekje. En een hoge laars eronder. En een lange jas. Maar ik weet het eventjes niet. Ik ben echt zo bleek. Oh, wat erg. En ik ga eventjes lekker een
maskertje op mijn gezicht doen. En ik ga morgen denk ik pas mijn haar wassen. Want dan zit het altijd het beste als ik het eigenlijk net heb gewassen. Oh, ik heb het zo koud. Echt op de scooter net ook. Het was zo niet normaal koud. Verder vandaag gaan we met die meiden eventjes wat bier halen volgens mij. Want het bier is nu in de aanbieding. En over 2 weken geven wij een bierpong Halloween feestje. Voor de meiden gaan we wel wat anders te drinken halen. Maar voor de mannen moeten we natuurlijk bier hebben. Want het is een bierpongtoernooi en die is nu in de aanbieding. En aangezien we voor heel veel mensen bier moeten halen, is een aanbieding wat chill. Dus dat gaan we straks even doen. Maar Puk had eerst school nog volgens mij. Dus dat is vanmiddag pas het plan. Maar ik ga even lekker douchen, want ik heb het zo koud. En dan ga ik denk ik vanavond even lekker een maskertje opdoen. Maar in ieder geval nu even lekker douchen, want ik heb het echt... Hij is koud. En bedenk wat ik morgen ga aantrekken. Ik weet het echt niet. Oh, en ik had trouwens wel van werk gisteren dit meegenomen. Er is dus een merkje bij ons op werk. Echt een heel leuk merk. En daar hebben we ook van die belt dingen van die riemen. Dit is ook wel leuk om aan te trekken morgen met een spijkerbroek of zo. En een mooie kanten zwarte top. Kijk. Zo'n riem die dus zo... om je middel kan doen. Vind ik ook echt enig. Maar goed, ik moet nog even kijken. Ik zie er voor mijn gevoel echt zo ziek uit. Maar ik heb even gedoucht en even een maskertje opgedaan. En er kwamen 2 pakketjes binnen. Eentje van Naked. Die zal ik zo meteen even laten zien. En eentje van Vinted. Ik ben de laatste tijd echt een Vinted-expert geworden. Al zeg ik het zelf. Althans, ik niet in mijn eentje. Ik kan natuurlijk laatst op Vinted deze parel gevonden. Helemaal blij mee. En we gaan dus met die... Oh, ik moet niet op de grond gooien. En we gaan natuurlijk, zoals ik net zei, binnenkort een bierpongfeest geven. Met het thema Halloween. En ik ga dus met Stan samen als de Joker. En ik wil dus heel graag nog paarse hakken. En die had Aim dus voor mij op Vinted gevonden. Dit is echt precies wat ik zocht. En nu kwam ik toch een gaaf jack tegen. Er was dus ooit een jasje van Stieglitz. Nou, die vond ik toen al helemaal het einde. Maar niet gekocht. Veel te duur. En nu zag ik hem dus op Vinted. Het enige is, het is maat S. En ik heb eigenlijk altijd een XS. Dus ik hoop dat hij niet veel te groot gaat zijn. Kijk, het is wel het model dat hij oversized is. Maar ik hoop niet dat hij te oversized is. Maar we gaan het gewoon proberen. Oh. Dit is het jack. Ik vind hem echt zo gaaf. Ze zei dat ze hem maar 1 keer had gedragen. Nou, helemaal top. Ik ben er helemaal blij mee. Ik denk dat die S op zich wel moet passen. Ik ga hem even aan. Ik heb natuurlijk nu echt geen boeiende outfit aan. Ik heb een trui aan en een joggingsbroek. Maar ik ga hem even verplaatsen. Hij zit echt goed. Het is eigenlijk echt goed dat ik geen XS heb gedaan. Ik vind deze echt amazing. Ik vind deze echt helemaal leuk. Even kijken of ik het... Kijk, mijn spiegel staat een beetje op een niet handige plek in mijn kamer. Maar hoe leuk is dit jasje? Oh, helemaal blij mee. Echt helemaal leuk. Dus deze heb ik weer Vinted gescoord. Helemaal top. Oké, en dan... Deze ga ik zo meteen lekker even weggooien. En dan heb ik nog een pakketje van Naked. Ik weet eigenlijk niet of ik deze al mag laten zien. Want mijn kortingscode is nog niet geldig. Maar er is wel even 1 dingetje dat ik wil laten zien. Nou, ik ben Naked zo'n kanten panty besteld. Want ik zag dat van de week bij Cadito aan het werk waren. En dat vond ik echt heel erg leuk. Ze hadden met een leerbroekje. Kijk. Dit is toch helemaal leuk. Hij is nog best wel dik. Wat ik heel chill vind. Nou ja, goed. Die in ieder geval. Ik ga eigenlijk van Naked zo of in een andere weekvlog. Of ik ga er een aparte video van maken. Want ik heb echt heel veel nieuwe winterse dingetjes. Dus dat bewaar ik nog eventjes met laten zien. Ik ga nu eventjes het pakketje voor de My Jewelry winactie opsturen. Want ik had natuurlijk een winactie met de adventkalender van My Jewelry. En die ga ik even opsturen. Ik wil eigenlijk geen make-up opdoen. Maar ik zie er echt uit alsof ik overreden ben. En 5 weken ziek ben geweest. Maar goed, ze moeten het er maar even mee doen. Want we gaan dus zo meteen even naar de Albert Heijn. Even drank halen voor het bierpongtoernooi.
is vandaag zaterdag. En ik ga zo meteen met een hele grote groep richting Amsterdam. We gaan namelijk vanavond naar de Gold Band. En daarvoor gaan we alvast even gezellig Amsterdam in. Ik wist echt niet wat ik aan moest trekken. Ik had iets in mijn hoofd en het stond zo stom. Dus ik heb nu dit aan. Die blusjes van Gina Tricot. Ik zal even of ik er nog iets onder aan moet doen. Maar het schijnt dus heel warm te zijn bij de Gold Band. Dus ik denk dat het wel oké is. Met deze groene broek van Harper & Eve. En deze beltbag. En dan doe ik deze tas er dik bij. En ik heb een lange zwarte jas. Die ik erbij aantrek. Want eerst in Amsterdam is denk ik best wel koud. Ik heb gisteren zelfruiner opgedaan. Maar ik weet niet of je het op camera ziet. Ik had het tot hier gedaan. Omdat ik dacht dat ik dus een colletje aan ging trekken. Dus ik heb het een klein beetje proberen te bedekken met zilverbruiner, maar dat is niet helemaal gelukt. Ik ga even plassen, laat spulletjes pakken en dan ga ik richting Stan. Dan hou ik hem op. Dan halen we zijn nichtje op en dan gaan we naar de bus. Want we gaan met z'n allen met een grote bus. Dus.